In het gemeentehuis van Nunspeet gaan we vandaag praten met wethouder Van der Maas. We gaan praten over de onrust. Wat is onrust, meneer Van der Maas? Over de IKC? Ja, dat heb ik uiteraard ook gehoord. Dat zult u wel kunnen aannemen. Misschien is het goed om eventjes iets te vertellen over hoe het mij ter oren is gekomen. Vlak voor de vakantie kreeg ik een mailtje van het buurtcollectief IKC Nunspeet Oost. En met daarbij de vraag van, er zijn plannen en we willen graag in contact komen. Toen heb ik gezegd van, nou, het is net, de vakantieperiode is begonnen. Ik heb een aantal mensen nodig. Ik wil graag na de vakantie terugkomen om met u in gesprek te gaan. Toen kwam ik na mijn vakantie terug en tot mijn grote verrassing stond er in één keer een artikel in de krant dat het buurtcollectief, waar ik van ik geen namen kende, alleen een e-mailadres, het behoorlijke bericht in de krant had opgesteld van zijn verontrust en dergelijke. Ik vond het erg jammer. Ik heb ze gelukkig deze week mogen ontmoeten, want ik was benieuwd naar wie zit erachter, want achter een e-mailadres kan ik niet precies zien wie er achter zit. Die mensen heb ik nu in ieder geval de kerngroep ontmoet. We hebben een en ander toegelicht en ik ben ook heel blij dat voor vanavond is de een bijeenkomst, dat die informatie die wij hebben kunnen delen beschikbaar is. Heeft u de onrust daarmee weggenomen bij de mensen? Ja, kijk, onrust wegnemen, dat is een groot woord. We hebben kunnen toelichten waar we staan. En dat is denk ik heel belangrijk, dat we nog maar in het begin van het traject staan. En dat was denk ik ook de teneur van de onrust, dat men dacht, de gemeente heeft alles al in kannen en kruiken en we staan voor een voldoende feit. Ik denk dat we op de bijeenkomst die we hier in het gemeentehuis gehad hebben, duidelijk hebben kunnen maken, we staan aan het begin van het traject. Er is volop mogelijkheid om mee te praten met de plannen die we hebben. En het is in ieder geval ook van belang dat de belangrijke punten die zij aangedragen hebben rondom verkeersstromen, dat onderschrijven we helemaal. En dan willen we ook maximaal de inbreng vanuit de buurt meenemen, want zij kennen als geen andere buurt. Ja, want op welke plek komt hij nou precies? Want ik denk niet dat dat bij iedereen bekend is. De plek is vlak bij de Wildzaan. Er kwam een gelegenheid voor de gemeente om een stuk grond daar te kopen. Ja, buurmansgrond is maar één keer te koop. Het viel samen met onze plannen die we hadden voor een IKC Oost. Daar hebben we in 2017 een omvangrijk integraal huisvestingsplan voor gemaakt, wat ook door de gemeenteraad unaniem is aangenomen. Onze plannen voor de komende 15 jaar, misschien wel iets langer, om scholen te gaan vernieuwen. Er zijn een aantal scholen in Nunspeet die zijn erg verouderd. Denk ook bijvoorbeeld aan de duurzaamheidsopgave die we hebben. Denk aan de ventilatiezaken die nu heel actueel zijn vanwege corona. Dat willen we graag oplossen, ook voor onze kinderen. U ziet hier de belofte aan het Nunspeetse kind, wat als tekening hierachter staat. Dat gaat heel ver en we willen ook graag dat onze kinderen een goede huisvesting ook de optimale gelegenheid hebben om les te krijgen. We hebben vanuit dat plan, want we hebben gezegd van we hebben iets nodig in Oost, in Centrum en in West. Oost was eerst aan de beurt, omdat daar ook de oudste scholen staan. En we hebben daar een plan voor gedaan rondom locatieonderzoek. Op de plek waar de scholen nu staan. We hebben gekeken naar andere locaties. En toen kwam toevalligerwijs dat stuk grond te koop. En dat bleek ook in de selectie die we gemaakt hebben voor het locatieonderzoek de beste plek te zijn. Qua combinatie sport-onderwijs en niet onbelangrijk het kunnen scheiden van langzaam verkeer en snel verkeer. U spreekt in het begin over plannen. Betekent dat er dat nog gewijzigd kan worden of komt het IKC er gewoon even goed? Ja, wat ons betreft wel. Maar uiteraard willen we keurig alle regels volgen die daarvoor nodig zijn. Eerst de planlogische procedure rondom de bestemmingsplanherziening, waar we nog maar aan het begin staan. Uiteraard volop de buurt en alle belanghebbenden in overleg om te kijken of we hun punten die ze echt belangrijk vinden ook mee kunnen nemen. En laten we ook eerlijk zijn, het is een unieke locatie. Sport en onderwijs zijn hele goede combinaties. Daarnaast een rondweg die voor het snelle verkeer gebruikt kan worden. En ja, de wijk voor wat mij betreft per fiets of eventueel te voet naar de school gaan. Ik zou het ook nog een keer graag willen benadrukken. Dat zeker een voorkeur heeft boven met de auto naar de school te gaan. U wilt dus duidelijk ook in gesprek blijven? Uiteraard, want ik denk ook dat draagvlak creëren
altijd heel belangrijk is. Dat is voor elk plan wat de gemeente heeft, is draagvlak een belangrijk issue. Uiteraard, we hebben onze zeg maar, idee hoe wij denken als gemeente dat het beste zou kunnen. Maar wij zeggen ook niet dat we alle wijzen in de pacht hebben. Tot slot, wanneer moet het er eigenlijk staan, dat IKC-gebouw? Dat is nog niet helemaal definitief bepaald, want een bestemmingsplanprocedure kan kort duren, kan ook wat langer duren. We zitten ook met allerlei zaken, met aanbestedingen en dergelijke. Maar ik hoop eerlijk gezegd dat binnen nu en 3 jaar er zou kunnen staan. Maar dat is nog allemaal met mitsen en maar omgeven.